Afgelopen maandag was een typerende wedstrijd voor dit seizoen. Hè? Jullie kunnen op karakter vaak nog in de extra tijd belangrijke dingen doen. Ja, klopt. Ik denk dat ik zag ook een statistiek langskomen dat wij het meeste in de laatste minuten scoren. Nou, ik denk dat dat kwaliteit wil ik het niet noemen, maar het laat wel zien dat we gewoon tot het eind blijven bikkelen. En dat we ook in de laatste paar minuten misschien gewoon fit genoeg zijn om, om toch een punt of drie punten eruit te halen. Dus dat is natuurlijk alleen maar positief. Maar het liefst heb je natuurlijk dat je het gedurende de wedstrijd gewoon een beter spel vertoont en gewoon afstand kan nemen van de tegenstander. Maar ja, als je het dan in de laatste minuut kan doen, zijn er nog steeds drie punten. Hoe beoordeel je eigen spel van de laatste weken? Ik denk dat ik nog steeds wel meer betrokken moet worden, dat ik meer moet doen om aan de bal te komen. Maar ik denk dat ik ook wel goede dingen heb laten zien door de jongens voorin aan het werk te zetten. Wat staat er voor jou op het programma de komende tijd qua interlands? Als ik geselecteerd heb voor Nederlands elftal onder 18, dan hebben we twee oefeningen interlands tegen Mexico, in Mexico. Dus interlands zijn altijd mooi om voor je land te spelen en daar ben ik hartstikke trots op.